Oké, ik denk dat we van start gegaan zijn. Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Wim Kloots. Welkom op dit webinar rond de force majeure maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. Je hoort en voorlopig zie je ook mij. Op de achtergrond is er Frederik van Krombrugge, die zorgt voor de technische ondersteuning. En er is ook Melissa Descartes, die straks zal de vragen bundelen die binnenkomen via de chat, die jullie normaal gezien rechts op je scherm zien. De aanleiding van het webinar is iedereen bekend. De coronacrisis is heel snel geëvolueerd op een bepaald moment en de richtlijnen van de commissie hebben zich daaraan ook aangepast. Die zijn mee geëvolueerd. We zijn gegaan van een rapportering geval per geval en exceptional costs en alles bewijzen op basis van reële kosten. Dat is geëvolueerd naar de huidige situatie waarbij we zeggen rapporteer enkel alles tegelijk op het einde of op de momenten dat er al rapportering voorzien was. En werk bij voorkeur zoveel mogelijk op basis van forfaits. Maar je hebt ook heel vaak de keuze daarin om toch te werken met reële kosten. En die keuze is ook aan jullie. Wij gaan u daarin dus ook niet sturen, behalve waar er echt geen keuze is, die paar gevallen. Ik ga in dit webinar wel een aantal voorbeelden geven. Je zal zien, de slides die staan eigenlijk vrij vol. Dat is een bewuste keuze. We gaan op die manier deze PowerPoint ook achteraf nog kunnen gebruiken, of jullie toch, als een soort referentiedocument. Maar in functie van de leesbaarheid van die slides gaan we ook dan stoppen zo dadelijk met de videoprojectie. Misschien nog dit. Dit is geen Mobility Tool Plus seminarie. We gaan ervan uit dat je de basis over Mobility Tool kent. Ik ga wel kort de invoer van die speciale gevallen even toelichten. Je gaat dus zeker de Mobility Tool handleiding moeten doornemen. Ik raad dat trouwens ten zeerste aan. Dat is ook gewoon een goede handleiding. Dus doe dat zeker. En eigenlijk een beetje gelijk lopend is dat ook dezelfde opmerking rond de instructies rond de coronamaatregelen op onze website. Bekijk die zeker eens, want we stellen vast dat een flink aantal ontvangen vragen, dat die eigenlijk gewoon aan de hand van die handleiding beantwoord worden. Tot slot nog, zoals aangekondigd, wordt dit seminar, dit webinar opgenomen. En we gaan dat ook achteraf publiceren via de website. Waar precies en dergelijke, dat hoor je nog van ons. Dus oké, Frederik, de videoprojectie die mag nu gestopt worden. En dan iets over het opzet van dit webinar. Ik ga eigenlijk beginnen met de mogelijke force majeure gevallen toe te lichten. Welke gevallen zijn dat allemaal en hoe rapporteer je correct in Mobility Tool? Dan ook nog wel een flink aantal bijkomende thema's op basis van de vragen die jullie op voorhand, dus na de aankondiging van dit webinar, naar ons gemaild hebben. Waarvoor dank trouwens. Zaken als wat zijn de vereiste bewijzen, hoe documenteren we, welk deelnaambewijs of welk alternatief is er, wat doen we met deelnemersrapporten. Er zijn ook een aantal budgetvragen geweest. Vragen rond onzekerheid van terugbetaling, van ja, hoe zit het nu met vliegtuigtiketten die we wel zouden terugbetaald krijgen, maar we hebben daar nog altijd geen definitief nieuws over, dat soort dingen. En iets over de eindverslaggeving. We gaan regelmatig een vast moment inbouwen om de vragen te bundelen. Ja? Dus tussendoor, je ziet het chatscherm, je kan de vragen stellen als je wil. Maar we publiceren niet om jullie niet via twee kanalen tegelijk met info te bestoken. Dus als deelnemer hebben we dat zelf al ondervonden dat dat niet evident is. Heb je vragen? Stel die dan kort maar duidelijk. Ja? Gekoppeld aan het net toegelichte gedeelte. Dus na elk deel stoppen we en zorg dat je vraag echt met dat deel
te maken heeft. We proberen zoveel mogelijk te bundelen en te beantwoorden. We gaan ook niet alles kunnen beantwoorden, denken we. Dus we gaan sowieso, alles wordt geregistreerd en die vragen beantwoorden we dan later. Wellicht gaan we een lijst van de vragen en de antwoorden gewoon via de website publiceren. Zit je met heel lange vragen of heel dossierspecifieke, dan vragen we om sowieso je dossierbeheerder te contacteren achteraf na dit webinar. Dat gaat sowieso praktischer zijn. Nog iets kleins om rekening mee te houden. Tussen het inspreken van dit webinar en het ontvangen van de boodschap hebben we ondervonden dat er enkele seconden zitten, soms zelfs vrij veel. Hetzelfde met de vraagstelling. Dus je stelt uw vraag. Eer die verschijnt, kan even duren. Niet alleen door deze vertraging dat ik net gezegd heb, maar ook omdat we die eerst moeten publiceren. Dus sowieso zit daar wat tijd op. Dat is niet omdat we je vraag niet willen publiceren. Dat duurt gewoon eventjes. Nu, om eens de chatfunctie te testen, zowel voor jullie als voor ons, maar ook omdat we het echt wel willen weten, hè, daarmee krijgen we zicht op de situatie, deze oefening. Dus de vraag is, in welke mate is jouw project getroffen door de coronacrisis? En dit zijn de 4 mogelijkheden. En zet nu even in de chat jouw keuze, A, B, C of D. En met het pijltje verzend je dan jouw antwoord. Doe dat maar. Ik zeg er al bij dat dit voor mij een beetje vreemd is, want ik zie enkel mijn presentatie en niet de interactie met de deelnemers. Dus ook voor ons en voor mij is dit een beetje een primeur. En hopelijk loopt alles min of meer zoals we beoogd hadden. Melissa is op de achtergrond jullie antwoorden aan het bundelen. En ik ga haar sowieso nu het woord geven. Ik stop eventjes. Goedemiddag allemaal, ook van mij. Ik zie ondertussen de antwoorden binnenkomen en ik zie eigenlijk dat we een heel gevarieerd publiek hebben. Ik zie hier eigenlijk alle antwoordmogelijkheden ongeveer evenveel toekomen in de mailbox. Ik denk dat ik ook deze antwoorden niet moet publiceren. Ik denk dat dat voor jullie minder belangrijk is. We hebben alleszins een heel gevarieerd publiek. Oké, Melissa, dankjewel. Dat verwondert mij enerzijds niet. Anderzijds had ik eigenlijk nog wel... jammer genoeg, maar het is ook een stukje opluchting. Had ik vooral C en D verwacht. Gezien de vrij lange periode dat we al nu mee te maken hebben, had ik een beetje gevreesd dat nagenoeg alle projecten daar een heel pak van hun activiteiten door hadden zien impacteren. Goed, het is dan nog een meevaller dat er toch... een aantal projecten zijn die bijna niet getroffen zijn of die zeggen ja, het is eigenlijk maar voor een minderheid van de activiteiten. Oké, sorry. Even dan schakel ik over naar de bespreking van de echte gevallen dan. Eerst algemeen. Dus was de bedoeling geweest van die force majeure maatregel eigenlijk ervoor zorgen dat kosten als gevolg van die overmacht, dat die wel degelijk door het projectbudget gedekt kunnen worden. Ja. Belangrijk, je kan niet gaan of boven je contractueel toegekende budget. Het is dus niet zo dat je door force majeure allerlei gevallen gaat kunnen aankaarten, waardoor dat je bovenop je oorspronkelijk budget nog een pak bij krijgt. Dat gaat niet. Je gaat dus echt moeten u behelpen met het budget zoals het voorzien was. De force majeure is geld met terugwerkende kracht eigenlijk vanaf 30 januari. Dus ondanks, je weet nog in het begin waren het maatregelen van oké, geval per geval en stuk per stuk gaan bewijzen en apart rapporteren. Dat is nu niet meer het geval en dat is echt wel die maatregelen zoals ze nu gelden echt voor alle gevallen vanaf 30 januari. Ja. Dus werk zoveel mogelijk aan de hand van
voor VES, dat is eigenlijk ingevoerd voor ieders gemak. Is dat verplicht? Nee. Je kan ook werken op basis van reële kosten. Maar doorgaans is dat ingewikkelder, moeilijker, lastiger om te rapporteren. Dus je hebt daar heel vaak de keuze. Maar de vraag is, doe het zoveel mogelijk op basis van die forfaits. Dat is uiteindelijk makkelijker, normaal gezien, voor iedereen. Ook al belangrijk, in Mobility Tool heb je een veld waarin dat je, dus je kruist force majeure aan en een veld waarin je dat invoert. Ik kan het niet genoeg herhalen, zet daar altijd zeker de term, vermeld in je uitleg, de term corona of COVID. Ja, dan wordt dat automatisch geregistreerd en dergelijke meer. Dus vergeet dat niet. Maar het zou nogal sterk zijn mocht je dit vergeten. Trouwens, als je spreekt van coronacrisis of coronavirus, is het ook goed, zolang als het woord corona of COVID erin staat. De basisregels blijven ook gelden. Het is niet dat alle basisregels van het project worden opgeschort. Je kan bijvoorbeeld budgetverschuivingen doen, dat is die regels zijn voorzien. Je kan bijvoorbeeld een verplaatsing naar een ander land moeten doen. Oké, goed, daar zijn regels rond, dan gelden andere tarieven. Ook het principe van je rapporteert activiteiten en deelnemers waarvoor je eigenlijk een forfaitair bedrag ontvangt, ja, en waarbij je zelf vrij bent om het zij beurzen toe te kennen, het zij zelf alle kosten te betalen op basis van facturen, die keuze die blijft nu ook gewoon doorlopen. Daar verandert op zich niks aan. Het is alleen dat je nu ook de keuze krijgt, heel vaak van je mag liefst nog altijd rapporteren onder de vorm van forfaits, maar je kan ook rapporteren op basis van reële kosten. Het eerste grote budget element in KA1, dat is uiteraard de organizational support, de ondersteuning, de management ondersteuning, noem het desnoods zo, die je krijgt per mobiliteit. Die wordt toegekend voor elke gerapporteerde ontvankelijke mobiliteit. Ja. Gerapporteerd onderlijnd. Waarom? Nu kan je ook geannuleerde mobiliteiten rapporteren. Dus ik wil zeggen mobiliteiten die volledig niet plaatsgevonden hebben. Zelfs degene waar je echt niks van kosten aan had. Hè. Die kan je ook rapporteren en dat doe je ook best, want anders heb je daar geen organizational support voor. Stel, je hebt 20 mobiliteiten voorzien. Je hebt er 10 gewoon uitgevoerd, eventueel gedeeltelijk, en je hebt er 10 geannuleerde waar je geen kosten voor had. Voer die 10 geannuleerde in, ja, registreer die, want anders ga je voor die 10 geen organizational support krijgen. Dat is toch wel vrij belangrijk, zeker voor organisaties waar er veel weggevallen zijn. Travel costs en individual support, daar valt nog het meeste over te zeggen uiteraard. En ik ga mijn toelichting opsplitsen in de vier gevallen in feite, afhankelijk van de situatie. Uitgesteld, om later alsnog uit te voeren, volledig geannuleerd, stopgezet en terug naar huis gekomen, of stopgezet en ter plaatse gebleven. De laatste zal misschien niet zo vaak voorkomen binnen dit soort projecten. Ik leg uit per situatie hoe je invoert in Mobility Tool. Ik geef ook een concreet voorbeeld. En dan toon ik eigenlijk eens de invoerschermen in Mobility Tool. Dat zal misschien zelfs wat herhaling zijn, maar we gaan bekijken, is dat te veel? Daar horen we dan wel een aantal mensen, de collega's van ons nemen zelf deel, dus die kunnen dat dan ook wel doorgeven. Goed, eerste geval. Mobiliteit wordt uitgesteld en wordt op een later moment alsnog uitgevoerd. Eerst en vooral, je voert zo'n mobiliteit maar één keer in. Ja? Het is niet zo dat je zegt, we hebben ze nu uitgesteld, we voeren ze in als uitgestelde mobiliteit en dan voeren we nog eens een keer de effectief uitgevoerde mobiliteit later in. Nee, dat is één invoer, één mobiliteit in Mobility Tool. Als er trouwens aan die uitgestelde mobiliteit niks van kosten was verbonden. Ik bedoel daarmee dat het uitstel op zich geen niet recupereerbare kosten had, dan moet je ook force majeure niet invoeren. Dan is dat eigenlijk een gewone mobiliteit zoals altijd. Het is pas als je aan die
die dat uitstel echt extra kosten had, of je wil die uitbetalen aan de deelnemers, dan ga je dat wel force majeure moeten invoeren. Goed, je hebt de travel en de individual support. Nu, de mensen zijn geweest, dus minimum ga je sowieso toekennen en invoeren de forfaits, de standaard forfaits voor de travel cost en de forfait voor de periode dat men er effectief is geweest. Ja. Maar je kan ook hogere kosten inbrengen. Dus, en dan kan je dat optellen en reële kosten invoeren. Bijvoorbeeld bij de reiskost had je, stel, je had al tickets gekocht die niet gerecupereerd konden worden. Dus je moet eigenlijk twee keer vliegtickets betalen. Dan kan je die ook invoeren. Hetzelfde individual support. Stel, reeds betaalde huur, hotel, kon niet gerecupereerd worden. Kan je invoeren. Hoe gebeurt dat in Mobility Tool? Even in tekstvorm en niet via schermen. Je registreert gewoon de mobiliteit en de deelnemersgegevens. Je duidt force majeure aan. Je registreert de werkelijke verblijfsduur, de periode dat men dus er effectief is geweest. Dus het stukje dat dan echt plaatsgevonden heeft. Je verduidelijkt de situatie in dat tekstvak bij force majeure. En dan ga je zien, zodra dat je force majeure aangeklikt hebt, dat travel grant en individual support wel worden berekend, hè, zoals gewoonlijk op basis van de forfaits, maar dat je die zelf ook kan gaan bewerken zoals je zelf wil. Je kan bijvoorbeeld aanpassen naar reële kosten. Een voorbeeld om hopelijk de zaken is te verhelderen. Dus we hebben eigenlijk telkens een beetje een variant van hetzelfde geval gebruikt. Dus hier, Sophie ging midden april op cursus in Madrid, 5 dagen normaal. Die kon niet doorgaan, maar de activiteit is uitgesteld met 1 jaar. Helaas, het is het slechtste geval, zowel de ticketten als het verblijf, daar waren kosten aan die niet gerecureerd konden worden. Je duidt force majeure aan. Je registreert de werkelijke periode, maart 2021 dus, die 5 dagen dan. Je geeft je toelichting. En dan veronderstellen we even dat je alles gaat terugbetalen of dat je alles betaald hebt. En je voert alles in, travel costs. Het forfait naar Madrid, dat staat er voor de werkelijke periode. Dat is ook het minimum. Maar je kan daar de niet recupereerbare kosten bij optellen en het totaal gaan invoeren. Ja, dan zit je gewoon dat totaalbedrag. Voor individual support eigenlijk net hetzelfde. Het forfait voor de periode dat Sophie er echt was, dus volgend jaar, die staan erin, die zijn berekend. Maar je kan de niet recupereerbare verblijfskosten, ten gevolge van dat uitstel, erbij optellen en dan zet je gewoon het totaal. Tonis Mobility Tool. Dus dit is het gewone invoerscherm, het startscherm bijna, waarbij dat je, ik hoop dat je de cursor ziet, dus het projectnummer en dan de verschillende tabbladen. Je gaat naar de mobiliteiten en hier kan je dan een mobiliteit aanmaken, een nieuwe, create, of je kan een eerder aangemaakte gaan bewerken dankzij door te klikken op dat potloodje. Ook het volgende scherm, een heel gewoon scherm. Je hebt create gedaan en dit is het mobiliteitsscherm dat je dat dan ziet. Je moet enkel de verplichte velden invoeren. Als je dan verder gaat, dan ga je een voorbeeld, sorry, hier. Dus we hebben een mobiliteit aangemaakt, natuurlijk helemaal fictief. Je slaat dat op en dan ga je dieper in deze mobiliteit gaan duiken, om zo te zeggen. En je hebt dan verschillende onderdeeltjes. Mobility participant, from to, duration, budget. Dit is nog allemaal een standaard scherm. Ja? Je ziet hier wel al force majeure, COVID-19 affected. Hè? Dit is nu een gewoon voorbeeld. Hè? Dus het is geen force majeure. Het is dat eerste stukje, mobility participant, zijn ingevuld. We vullen ook verder in, from to, van Atheneum Eureka naar Spanje, Marco Polo. En je ziet dan worden datums ingevuld. Die persoon is hier 1 maand geweest, 32 dagen, 1 maand,
2 extra dagen. En dan wordt het budget, dan zie je het budgetschermpje die dat hierbij hoort. En kijk, Individual Support en EU Travel Grants zijn eigenlijk automatisch ingevuld op basis van duration en afstand. Totale som, dat is het bedrag dat zo'n mobiliteit normaal gezien, of het bedrag dat normaal gezien tegenover zo'n mobiliteit staat. Nu schakel ik eens over naar het verschil bij force majeure. Dus herinner u dat dit beginschermpje daar, waar force majeure kon aangekruist worden of aangevinkt worden, dat is hier gebeurd. Hier zet je dan de uitleg rond corona. Denk aan het voorbeeld dat we hier gegeven hebben. En automatisch, corona staat erin, automatisch wordt dit aangevinkt. De duur in dit geval is de 5 dagen in 2021. Ja. Normaal gezien, ja, zit je dan vast aan een bedrag dat hier automatisch berekend wordt. Maar omdat we in het begin force majeure aangeduid hebben, kunnen we dit zelf gaan bewerken. Dus standaard staat hier het forfait in. Dat kan je dus zelf aanpassen. En zoals gezegd, daar heb je dus verschillende mogelijkheden voor. Goed, dat was het eerste geval. Een uitgestelde mobiliteit. Ik denk dat die heel vaak voorgekomen is. Dus heb je vragen rond zo'n geval, zet die dan nu in de chat. Wees zo kort en duidelijk mogelijk. En dan zal Melissa die zoals daar straks wat proberen te bundelen. En we gaan afhankelijk van het aantal vragen dat binnenkomt hoor, beginnen met de meest gestelde. En dan schakelen we waarschijnlijk over, of houden we een aantal over naar het einde. Of als er maar een paar zijn, kunnen we ze allemaal beantwoorden natuurlijk. Hè. Goed, ik heb hier al een paar vragen binnengekregen. Onder andere een vraag over cursuskosten, maar daar geef ik misschien al bij mee dat die later in de presentatie nog worden beantwoord. Ik zie hier dan ook de vraag die gesteld wordt, wat als Sophie dus gepland heeft om in maart 21 te gaan, maar ook dan wordt besloten dat de mobiliteit geannuleerd moet worden. Wat is daar dan het gevolg van? Ja, daar zal ik zal misschien best onmiddellijk antwoorden. Hè. Ja, je zit dan eigenlijk nog altijd met het element, je voert ze één keer in, maar ja, dan wordt het natuurlijk een geannuleerde mobiliteit. Hè. Dus dan gaan we over naar het volgende geval. Maar dat kan dus. Vandaar ook dat, dat ik alvast zeg, voer al maar in, want er houdt u niks tegen van een reeds ingevoerd geval te gaan aanpassen. Zolang uw project geen eindrapportering heeft, kan je daaraan wijzigen. Dus dat geval perfect begrijpelijk. Je voert dat nu in. En ja, je zal dat achteraf wordt dat beschouwd als een volledig geannuleerde. Maar daar komen we zo dadelijk op. Ik krijg hier dan ook nog een paar keer de vraag: hoeveel keer kan de datum van een uitgestelde mobiliteit gewijzigd worden? Ja, ik neem aan, hoe vaak kan je zo'n een mobiliteit uitstellen. Hè. In principe bepalen wij dat niet. Hè. Dat is iets wat je zelf gaat moeten bekijken. Daar staan geen aantallen op. Hè. Ook als dat uiteindelijk stelt, maar 3 keer uitgesteld, uiteindelijk geannuleerd. Maar ja, dat is uw eigen gezond verstand. Je moet natuurlijk rekening houden met het beschikbare budget. Hè. Maar dat is eigenlijk echt aan jou om te bekijken hoe ver dat je daarin gaat. En doe dat ook voor alle deelnemers zoveel mogelijk op gelijkwaardige basis. Hè, dat je er niet helemaal ongelijk gaat moeten behandelen.
Oké, en dan misschien nog één vraag om af te sluiten, die er een paar keer naar voren komt, is ook, moet een uitgestelde activiteit door dezelfde persoon uitgevoerd worden? Of stel dat de activiteit door persoon A in 2020 was ingegeven en in 2021 door persoon B wordt vervolgd. Kan dat of moet daar dan een nieuwe activiteit voor gemaakt worden? Dat is nu echt een moeilijke, maar aangezien je, ja, je koppelt gegevens van een persoon aan een mobiliteit, dat is een lastige. Ik denk dat we deze eventjes moeten parkeren en later beantwoorden. Dit moeten we bekijken, zowel inhoudelijk als technisch via Mobility Tool. Dus deze gaan we op een later moment over terugkoppelen. Goed, dan denk ik dat we de meeste vragen momenteel hebben beantwoord. Als ze nog binnenkomen, dan verzamel ik ze wel voor straks. Oké, dank u wel. Dus je ziet, zoals gedacht, zijn er ook wel vragen bij waarvan ik moet zeggen, nee, dat moeten we opzoeken. Dit is liever later dan nu een fout antwoord te geven. Goed, het tweede geval, het is daar net al eens aan bod gekomen. Een geannuleerde mobiliteit komt jammer genoeg ook vrij vaak voor. De deelnemer kon gewoonweg niet vertrekken. Stel dat er niet recupereerbare kosten waren, dan ga je dat forfait moeten hanteren voor de reiskosten. Dat ga je moeten invoeren. Heeft de annulatie nog veel hogere kosten veroorzaakt, dan mag je ook meer toekennen, meer inbrengen. Stel, de ticketprijs was al hoger dan het forfait, die moest volledig betaald worden, kon niet gerecupereerd worden, dan kan je de volledige ticketprijs hier invoeren. Andere niet recupereerbare kosten, ja, bijvoorbeeld de huur, hotel, weet ik veel, die breng je in onder individual support, maar dat is mogen. Dat is dus niet verplicht. Want je moet er natuurlijk met je budget geraken. De invoer in Mobility Tool is sterk gelijklopend. Behalve dat vierde puntje, dat zie je. Hier heeft er gewoon niks plaatsgevonden, dus je hebt eigenlijk geen start- en einddatum. Wel, je voert bij zulke gevallen een identieke datum in bij start- en einddatum. Ja. Ook hier gaan de forfaits zich gewoon automatisch berekenen, zelfs van individual support, maar natuurlijk maar voor één dag. Ja. Je kan de bedragen zelf aanpassen op basis van reële kosten of zelfs het bedrag op nul zetten. Stel dat er bijvoorbeeld enkel een probleem was met de reiskosten, dan ga je dat bij individual support nul zetten. Ja. Opnieuw, stel dat er helemaal geen kosten waren, ja, ook dan voer je een geannuleerde mobiliteit in. Je duidt force majeure aan en je zet alle kosten op nul. Waarom? Anders ga je hier de organizational support voor kwijt zijn. Ja, dus vergeet dat niet. Een voorbeeldje. Weer Sophie die cursus ging volgen in Madrid. Maar in plaats van uitstel is er gewoon helemaal niet van gekomen. En er waren kosten mee gemoeid die niet gerecupereerd konden worden. Dan duid je force majeure aan. Je registreert één dag. Dus begin van de voorziene cursus, 15 april. Einddag, of de laatste dag, 15 april opnieuw. Dus één dag, je geeft de uitleg. En daar heb je dus, zoals gezegd, eigenlijk vrij veel mogelijkheden. Die keuze ga je ook zelf moeten bepalen. Maar aangezien er hier niet recupereerbare kosten waren, reis- en verblijfskosten waren, voer je het minimum in bij de travel costs. Dat is het forfait gewoon, hè. Dat staat er ook trouwens. Stel dat de kosten nog veel hoger waren, goed, kan je hier het totaalbedrag invoeren voor die reiskosten. En de individual support,
Ja, is misschien het meest logische dat je hier de niet recupereerbare verblijfskosten gewoon het reële bedrag manueel invoert. Maar opnieuw, je kan, als dat voor een reeks dagen is, ook gewoon het forfait invoeren. Dat is geen probleem en die keuze maak je zelf. In de Mobility Tool omgeving ziet dat er zo uit. Dus opnieuw datzelfde scherm, force majeure, wordt aangeduid. En COVID-19 wordt ook automatisch aangewinkt als je de invoer, de tekst juist maakte. De start- en einddatum, je ziet dat staat hier fout, dat is nog een ander voorbeeld. Maar dat is dan dezelfde dag. Neem nu, hier staat mei, neemt 1 mei en 1 mei, dat blijft dan hetzelfde. Dan ga je op het volgende scherm eerst een berekening zien met reis en verblijf volgens de normale tarieven. Maar die kan je dus gaan zelf bewerken. Je kan die laten staan, je kan reële kost invoeren of je kan op nul zetten. Dat is afhankelijk van u. Keuze van elk geval. Oké, dan schakelen we ook hier even over op de vragen. Dus heb je vragen rond geannuleerde mobiliteiten, dus die werkelijk niet plaatsgevonden hebben, dan zet je die hier nu in de chat. Ik ga misschien eerst al eens meedelen dat er sommige vragen worden gesteld die later in de presentatie nog beantwoord worden. Dat is ook de reden waarom ik die niet onmiddellijk aan bod laat komen of later bij het gepaste luikje aan bod ga laten komen, zodat we toch een beetje een structuur kunnen volgen. Ik krijg er dan nog een vraag die eigenlijk eerder al budgetsgewijs gerelateerd is, Wim. Iemand die stelt als een activiteit geannuleerd wordt, waarvoor sommige kosten niet werden gerecupereerd, dan ben je dat geld kwijt. Hoe kan je dan nog een mobiliteit uitstellen of zo? Maar ik denk dat dat jammer genoeg de regels van het systeem zijn. Ja, ik zal daar misschien... Ja, twee dingen. Dus het is echt belangrijk dat je vragen probeert... of dat je je eigen probleem dat je tegenkomt, probeert in te delen naar gelang het geval. Er zijn dus inderdaad 4 gevallen en die worden, daar zijn de regels net ietsje anders voor. Dus het is belangrijk dat je eerst dat bepaalt, in welk geval zitten we hier. En dan inderdaad de budgetvraag. Ja, we weten dat is inderdaad een probleem, iets wat geannuleerd is. En als je daar kosten aan gehad hebt en je hebt die terugbetaald of je moet die betalen, ja, kijk, dan ben je dat bedrag inderdaad wel kwijt. Dat kan ervoor zorgen... heel logisch dat het aantal voorziene activiteiten, dat je daar wel in moet minderen. Ja? En hoe meer annulaties, hoe minder activiteiten je misschien nog kunt financieren. Dat is ook zo. Maar uiteraard, goed, ook bij de rapportering, als dat misschien een bezorgdheid is, het is niet zo dat je dat per se dan moet gaan uitvoeren en die kost ook nog bij moet betalen, omdat dat nu eenmaal beloofd was in de projectaanvraag. We gaan daar ook heel redelijk in zijn. Er wordt verwacht dat je ondanks alles zo goed mogelijk de zaken probeert te doen. Maar als door de omstandigheden 80% van het project in het water is gevallen, ja, kijk, de omstandigheden zijn wat ze waren. Iedereen heeft gedaan wat hij of zij kon. We houden daar rekening mee. Het is dus niet dat je gedwongen bent om naast de annuleren per se toch al die mobiliteiten uit te voeren. Ik hoop dat dat ergens een geruststelling is. Ik krijg er dan bijvoorbeeld ook nog de vraag, een geannuleerde mobiliteit was reeds ingevoerd in Mobility Tool, had dus al een vastgelegde start- en einddatum. Hoe doen we dit dan? Maar dat is ook de regels van force majeure aanduiden volgen, waardoor alles dan bewerkbaar wordt en je het op die manier kan aangeven. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dan is ook de minimumduur als business rule wordt opzij gezet. Dat is het effect van force majeure aan te duiden. En dan werk je met startdag en einddag zijn dezelfde en dan is het een geannuleerd geval.
Oké. Dan nog twee vragen over de al dan niet recupereerbare kosten. De eerste vraag is, we hebben voor geannuleerde vliegtickets vouchers gekregen. Zetten we de travelkosten dan op nul? Ja, het is een vraagje wat eigenlijk straks met die vouchers ook al te sprake kwam, maar hier is dan het omgekeerde, hier is die voucher wel bruikbaar. Je trekt die voucher, je kijkt wat zijn die kosten die je nu effectief nog hebt. Ja. Dus ik zeg maar iets, je had €200 betaald en je hebt een voucher die €100 dekt om te hergebruiken. En je kan dat ook gebruiken, die voucher. Stel, hè, je project duurt 2 jaar en je kan de gelijkaardige activiteit toch laten doorgaan. Dan kan je die voucher ook effectief gebruiken. En uw meerkost is dan €100. Het is die €100 dat je er gaat bijtellen. Als je die voucher helemaal niet kunt gebruiken, bijvoorbeeld die is voor volgend jaar, maar je hebt dan geen projectactiviteiten, je project is nu dit jaar gedaan, ja, dan kan je die voucher niet recupereren, kan je die niet gebruiken. En dan is uw volledige €200 een niet recupereerbare kost. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Oké, dan nog één vraag in verband met kosten. Iemand die vraagt, de niet gerecupereerbare vliegtuigkost is lager dan het forfait. Moeten we dan de reële kosten gebruiken of het forfait? Het forfait. Ja, dat is vrij eenvoudig. Het is misschien een beetje contra-intuïtief, maar vergeet niet dat in normale gevallen, als reiskosten lager zijn, zelfs veel lager, hanteer je ook het forfait normaal gezien. Dus dat is wat dat je inbrengt. Ik heb hier dan ook nog een vraag die misschien eerder aansluit bij het geval van de uitstellingen, maar ik zal ze nu ook al eens stellen dat ze is beantwoord. Er is eigenlijk iemand die vraagt, de mobiliteit wordt uitgesteld naar het najaar. Het klopt dan dat ik eigenlijk mag wachten op het najaar of tot het contract op zijn einde loopt om de mobiliteit in Mobility Tool in te geven zoals de effectief is doorgegaan? Ja. Goh, ik zou daar aanraden, dat we intern ook eens besproken, dat je eigenlijk beter bent om die mobiliteit al eerder in te voeren. Ik weet niet ook over bijvoorbeeld interim rapportages zijn en zo. Je moet in geval van progress report bijvoorbeeld, moet je wel zorgen dat tegen het progress report de zaken ingevoerd zijn. Anders is het inderdaad tegen het eindrapport. Maar omwille van praktische redenen, dus dat je best vermijdt dat je alles ineens op het einde moet invoeren, ben je toch wel beter dat je het invoert zodra dat je de situatie een beetje kent. Nadien kan je nog altijd wijzigen als dat nodig is. Oké, dat waren de vragen momenteel dan. Goed, dan gaan we naar het derde geval. Ik denk dat dit soort projecten ook nog wel voorgekomen is. Misschien minder, ik weet het niet. Dat is wanneer de deelnemer vertrokken was. Maar die is eigenlijk halverwege, laat ons zeggen, hè, moet het terugkeren. Dus de activiteit heeft niet volledig plaatsgevonden. Dan heb je een activiteit die minstens gedeeltelijk doorgegaan is. Dus is het minimum sowieso de forfait voor reis en verblijf van hetgeen dat wel plaatsgevonden heeft. Hè. Dus travelkost, het forfait voor de distance band moet toegekend worden. Zijn er hogere kosten mee gemoeid, dan kan je die ook invoeren op basis van reële kosten. Dan zet je gewoon het totaal. Van alles. Individual support. De activiteit heeft minstens gedeeltelijk plaatsgevonden, dus voor de duur van de activiteit ken je ook dat forfait toe. Maar het kan ook meer zijn. Stel dat die persoon teruggekeerd is en van thuis uit aan online alternatieve activiteiten heeft deelgenomen, dan mag je ook daarvoor een forfait toekennen en inbrengen. Of
Misschien waren er effectieve kosten gekoppeld aan dat geannuleerde verblijf. Dus, moest de huur verder betaald worden of moest het hotel verder betaald worden? Dan kan je die ook inbrengen. Dus er is een verschil opnieuw tussen wat moet en wat je mag doen. In Mobility Tool, hoe ziet dat eruit of hoe werkt dat daar? Je registreert de mobiliteit en deelnemersgegevens, je duidt force majeure aan, je verduidelijkt die situatie. Qua begin- en einddatum zet je de werkelijke duur van het verblijf in het buitenland. Ja. Dus dat is de start- en einddatum. Maar travel grant en individual support worden opnieuw bewerkbaar. De forfaits worden berekend, maar je kan zelf aanpassen. Stel dat iemand zijn activiteit stopzet, terugkeert naar België en later die activiteit dan echt terugreist om die activiteit te hernemen, dan gebruik je de interruption days. Nu, ik denk dat bij dit soort projecten dat bijna niet voorkomt. Dat is misschien iets voor de projecten met mobiliteiten van langere duur. Een voorbeeld zal hier misschien ook iets verduidelijken. Dus stel, weer diezelfde Sophie, die heeft van alles meegemaakt. Gaat op cursus 5 dagen, is daar ook gewoon naartoe gegaan. Maar na 2 dagen is alles stopgezet en is zij teruggekeerd. Eens thuis heeft zij wel deelgenomen aan een digitale nascholing. Is alles via digitale weg georganiseerd. En heeft zij daar 2 dagen extra aan ingestoken. Ze kocht wel extra vliegtickets om vervroegd naar huis te komen. Ja, dat was al een heel gedoe, hè, want het oorspronkelijke ticket was niet bruikbaar. En ze heeft een duur ticket extra moeten kopen om snel naar huis te geraken. En het verblijf in Madrid, ja, dat kan ook niet allemaal geannuleerd worden, dus de rest van het verblijf moest ook betaald worden. Je registreert in dat geval de periode dat ze er effectief was. Neem nu 15 maart tot 18 maart. Je geeft de uitleg. En dan heb je ook weer heel wat mogelijkheden, naar gelang uw budget en wat je kan, wat je met die deelnemers kan afspreken en dergelijke. Qua travelkost staat het forfait naar Madrid er sowieso in en dat is ook het minimum. Je kan de andere kosten, kan je erbij opnemen. Maar dat ben je dus niet verplicht. Wat de individual support betreft, daar zit je vast aan die periode van, ik heb hier 2 dagen geschreven. Goed, ik zie dat de data niet helemaal overeenkomt, hè, de dagen dat ze er effectief was. Of het forfait voor die 2 dagen en dan de reële kosten van dat hotel bijvoorbeeld. Of stel, nee, de 2 dagen ter plaatse en 2 dagen online activiteiten gedaan en geen hotelkosten, dan kan je het forfait voor 4 dagen hanteren. Een voorbeeld dat hier niet op staat, stel dat die hotelkosten vrij hoog waren, veel hoger dan zelfs de 4 dagen forfait, dan kan je zeggen, oké, we gaan hier gewoon het totale bedrag van die reële kosten, die reële hotelkosten invoeren. En dat zit hoger dan die 4 dagen. Hoger moet je uiteraard niet gaan. Maar je ziet opnieuw dat je eigenlijk vrij veel flexibiliteit hebt. Het nadeel is, ik snap dat wij niet aan jou kunnen zeggen, doe het zo. Ik weet dat, ik besef dat. Soms is het makkelijker om gewoon te kunnen zeggen, het moet zo. Maar de commissie heeft uitdrukkelijk de mogelijkheid voorzien, de regels zo voorzien dat de begunstigden, jullie dus, maximale flexibiliteit hebben in de invoer en in de keuze van een systeem. Rekening houden met uw deelnemers, met uw specifieke situatie en met het budget waar je over beschikt natuurlijk. Hè. In Mobility Tool opnieuw eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus je voert hier de data in van het effectieve verblijf van dat de persoon in het buitenland was. En dan gaat hier de zaak berekend worden, maar je kan daar aan veranderen. Je kan het bedrag invullen dat nodig is.
Oké, opnieuw tijd voor vragen en antwoorden. Dus opnieuw zet uw vraag rond de stopgezette mobiliteit en de vervroegde terugkeer nu in de chat. Wim, ik krijg hier ondertussen nog een vraag binnen over het hanteren van de forfaits. Namelijk als je dus bijvoorbeeld, het komt terug van de vorige situatie, maar het heeft eigenlijk op elke situatie wel betrekking. Als je het forfait aanduidt voor een niet recupereerbare kost die eigenlijk lager ligt dan het forfait, klopt het dus dat je eigenlijk winst maakt, om het zo te benoemen? Is dit niet een strijd met de regels? Nee, want de basisregel is in heel Erasmus Plus zo. Je brengt, dus je rapporteert aan de hand van de forfaits. En dat kan inderdaad zijn dat die forfaits hoger liggen dan de reële kost. Dat is nu eenmaal een feit. In heel veel gevallen kiezen mensen er trouwens voor om dus de activiteiten te financieren zelf op basis van reële kosten die lager liggen, maar rapporteren ze op basis van forfaits, met als gevolg dat ze eigenlijk dankzij dat budget meer mensen kunnen laten deelnemen. En die mogelijkheid blijft hier gewoon dezelfde. Dat is wat ik eigenlijk bedoelde met de basisregels. Die veranderen eigenlijk op zich niet. Ik zie hier ondertussen ook een aantal vragen binnenkomen in verband met projectduur en verlengingen. Ik ga daar misschien nu al in meegeven dat daar binnen een paar slides aandacht aan wordt gegeven. Dus dat we die vragen misschien nog even tot dan bewaren. Ja. Ik denk dat we misschien nog even moeten wachten op vragen die nog kunnen binnenkomen. Misschien nog eventjes gekoppeld aan de vraag van daarnet. Even denkend aan een voorbeeld. Hè. Dus het is zo dat de commissie heel duidelijk was qua bedoeling. Hè. Mensen die van de begunstigde, ik ga het anders zeggen, als de begunstigde met een beurssysteem werkt. Hè, dus men geeft, in plaats van alle kosten zelf voor te schieten en alles te regelen, geef je gewoon een beurs aan een individuele deelnemer. Ja, dan is het echt wel de bedoeling dat die deelnemer het recht op die beurs, op die reisbeurs dan in dit geval, behoudt. Goed, dus je moet daarom ook dat forfait erin steken. Anderzijds, als je zelf, en of dat er nu overmacht is of niet, als je zelf deelnemers, als je alles zelf betaalt voor de deelnemers, ja, dan ga je ook blijven rapporteren op basis van forfaits, ook al is de reële kost lager. En oké, de opmerking van winst, wel, ik vrees dat de situatie nu niet van die aard is dat met al dat uitstel en annulaties en dergelijke, dat daar veel sprake zal zijn van winst. Het zal vooral bedoeling zijn om de verliezen zoveel mogelijk te beperken en te zorgen dat begunstigden met binnen hun projectbudget toch toekomen en nog een en ander kunnen uitvoeren van wat er voorzien was. Dat is het voorlopig qua vragen voor dit onderdeel? Voorlopig wel. Er is hier nog iemand die aanvult. De basisregels gelden voor mobiliteiten die wel plaatsvinden. Ik zou niet graag later in de problemen komen. Dat begrijpen we, maar de basisregels sluiten hier ook op aan. Ja. En de instructies zijn wat ze zijn, hè. Over bewijslast en dergelijke, daar komen we straks zeker op terug. Hè. Dat is ook een belangrijk element. Ja, klopt. Dan denk ik dat we kunnen verder doen momenteel. Goed. Het laatste geval dat ik hoop en denk dat hier dit soort projecten wellicht niet veel of bijna nooit voorgekomen is. Maar het kan. Hè. Dus mobiliteit wordt stopgezet. Maar die deelnemer kon niet
niet onmiddellijk of niet na de activiteit terug naar huis. Dat is natuurlijk weer een heel ander geval. Het forfait voor de travel moet toegekend worden. Dit klinkt ondertussen heel bekend, denk ik. Het is een kopie van het vorige. Dus het forfait voor de travel moet toegekend worden, moet ingebracht worden. En bij hogere kosten, het oorspronkelijke ticket is niet gebruikt kunnen worden. Later moest er een extra ticket gekocht worden. Dan kan dat ook ingebracht worden. Voor het verblijf. Hier moeten we dan kijken naar de activiteit. Maak ik eigenlijk een onderscheid met het verblijf. Ja, met de verblijfsperiode. Want de activiteit was korter. Hè? Dus het forfait voor de duur van de activiteit moet toegekend worden. Is die activiteit online verder gezet? Daar ter plaatse dus. Ja, dan moet ook voor die periode het forfait toegekend worden. Of als die persoon gewoon niet weg mocht. Die mocht niet terug naar huis, ook al was er geen activiteit meer en ook geen virtuele meer. Dan heeft die persoon ook recht op het forfait voor de voorziene verblijfsduur. Ja. Het kan zijn dat die persoon daar nog moest blijven na de voorziene verblijfsduur. Dan wordt het wel heel lang, hè, maar stel, het zou kunnen. Ja, dan mag die persoon het bijkomende forfait krijgen. Maar dat is niet meer verplicht. Dus dan ben je als organisator, als begunstigde, niet verplicht om dat nog te vergoeden. En in te brengen dan. Dus ik denk dat dit wel veruit het meest ingewikkelde geval zal zijn. Je zal dat straks zien aan het voorbeeld ook. Invoer in mobility tool, zeer vergelijkbaar. Belangrijk, hier registreert de werkelijke duur van de activiteit in het buitenland. Live plus virtueel, samengeteld. Ook hier worden de forfaits berekend. Dat is de reden, hè, want als je zegt virtueel verder zetten geeft recht op forfaits. Oké, daarmee dat je best, of dat je moet de twee samentellen, dan rekent hij ook de forfaits juist uit. Maar je kan ook, als die persoon daar nog langer moest blijven, of als de reiskosten veel hoger waren dan dat forfait, je kan de bedragen ook hier opnieuw zelf aanpassen. Een voorbeeld dan. Dus weer die cursus van 5 dagen in maart. De fysieke activiteit werd na 2 dagen stopgezet. De rest werd eigenlijk ter plaatse via webinars aangeboden. Dus de activiteit werd wel virtueel verder gezet. Oké, die activiteit is dan gestopt. Het was rond. Online activiteiten ook. Maar zij geraakten ook dan niet terug. Het vliegverkeer viel stil. Ze mochten wel. Het was niet de overheid die zei, je mag vanaf nu Spanje niet meer verlaten. Daar lag het niet aan. Maar ze bleef dus door die omstandigheden 10 dagen langer. En ze kocht nog een extra vliegtuigticket. Wat dan? Dus je registreert de werkelijke periode van de activiteit in het buitenland. Dus in dit geval live plus virtueel. Je geeft er ook de uitleg rond. Het forfait voor de reis naar Madrid is het minimum. Dat voer je zeker in. Je kan ook verhogen met de kosten van het extra vliegtuigticket. Bij de individual support voorzie je de periode van echte activiteiten, live en virtueel. Dat is weer het minimum. Je kan, maar je bent niet verplicht om die 10 dagen langer daarbij te gaan tellen. Dat mag. Wil je dat dan doen op basis van reële kosten? Dat mag ook, maar dan maak je het zelf denk ik vrij ingewikkeld. Dus is het een voorbeeld van wat hier vrij logisch lijkt. Mobility tool, opnieuw gekend, zeer vergelijkbaar. Belangrijk is dat je hier dus de activiteit live plus virtueel invoert. Op basis daarvan wordt alles berekend en dat is eigenlijk het minimum, maar dat kan je dus verhogen met de uitgaven die je voor de rest nog gemaakt hebt.
En dat was eigenlijk het vierde geval van de soorten gevallen bij mobiliteiten, reis- en verblijfskosten. Dus ook hier weer een moment om daar vragen voor in te dienen. Momenteel zie ik hierover nog geen vragen binnenkomen. Ik weet niet of het ligt aan de vertraging die erop zit. Of er momenteel geen vragen zijn. Ik geef misschien nog mee dat ik hier nog een aantal vragen in de wachtrij heb staan bij mij, zodat ik ze zeker op het einde nog eens kan terugkoppelen. Maar de info wordt eigenlijk nog gegeven in de PowerPoint. Dus... het kan dat enkele vragen ook in meezitten. Oké, goed. Ja. We voorzien straks sowieso ook nog wat tijd voor vragen. Op dit moment zijn er dus geen. Nee, klopt. Oké, dan gaan we voort. Course fees. De vraag is daar straks is. Al naar boven gekomen. Dat is toch een belangrijk aspect. Wat in geval van niet recupereerbare inschrijvingskosten? Ja. Eigenlijk heel simpel, dan duid je ook hier force majeure aan. Ja. En je kan tot de voorziene duur van de cursus aan forfaits invoeren. Ja. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dus het is eigenlijk, en dat is dan nu echt letterlijk gezegd bijna, hè? Dus bij de course fees is niet de vraag hoeveel kosten zijn er gemaakt, en dat is over heel de lijn eigenlijk zo, maar de vraag is of er kosten zijn gemaakt. En dan breng je die in op basis van het forfait. En wat moet je dat bewijzen? Wel, dat er niet recupereerbare kosten waren, niet hoeveel die bedroegen. Daar kom ik zeker straks nog op terug, maar dat is een belangrijke. En bij die courses merk je dat heel erg eigenlijk. Dus je had een cursus gepland van 5 dagen. Je hebt daar course fees voor betaald en je hebt daar niks van teruggekregen of maar een stuk van teruggekregen. Dan voer je eigenlijk de forfaits in voor de voorziene duur van de cursus, die 5 dagen. En daar heb je dan als begunstigde, ga je dat budget ook ontvangen. De exceptional costs en special needs cost, zelden van toepassing. Herinner u, oorspronkelijk werd er nog gezegd van ja, voer die extra kosten die rond het geval van van force majeure in onder exceptional costs en zo, op basis van reële kosten. Dat is dus echt verlaten, die piste. Je kan ze dus gewoon bij de reis- en verblijfskosten en dergelijke gaan invoeren, niet onder exceptional costs. Zijn er andere gevallen van exceptional costs? Zoals voorzien in KA1, dat is beperkt, of zijn er special needs kost, dan kan je daar alsnog die kosten voor indienen en EPOS beoordeelt de ontvankelijkheid ervan. Zoals gewoonlijk zijn dat kosten die ingediend worden op basis van reële kosten. Maar ik moet eerlijk zeggen, met de huidige maatregelen zie ik nu niet direct in welk soort exceptional kost dat daar zouden kunnen bijkomen. Verlenging dan van contracten. Het is zo, dus je hebt activiteiten gepland, die zijn nu niet, die konden nu niet plaatsvinden, maar je wil die uitstellen. Je kan je project verlengen met maximaal 12 maanden. Ja? En tot maximaal 36 maanden in totaal. Langer gaat
niet. Dus was je project, duurde je project 12 maanden, dan kan je verlengen tot 24 maanden. Was het al 24, dan kan je verlengen tot 36. En alles zo'n beetje wat daartussen zit. Kunnen wel niet langer lopen dan voorzien in de programmahits van het jaar van goedkeuring. Bijvoorbeeld 2017, projecten van dan, die dan goedgekeurd zijn, die moeten stoppen op 31/8/2020. Een verlenging brengt ook geen extra organizational support met zich mee. Dus hier ook de basisregel, uw budget gaat niet stijgen door een verlenging. Dan waren er ook nog een aantal thema's die jullie aan bod hadden laten komen, waar ik nu ook ga doorgaan voor ik op de vragen overschakel. Het vrijste bewijs, het documenteren. Ja. Eerst en vooral, de oorzaak van force majeure hoef je niet te bewijzen of te documenteren, tenzij bij een twijfelgeval. Ja. Dus we weten inderdaad, wanneer was het in maart, lockdown in Italië, je kon er niet meer naartoe en dan weet ik allemaal, dat is gekend. Dus je moet daar geen bewijs van buitenlandse zaken of weet ik veel bij te gaan steken of te gaan opladen. Dat is niet nodig. Oorspronkelijk was dat wel nodig, nu niet meer. Twijfelgevallen, wat bedoelen we daarmee? Stel dat je afkomt met een geval, die is nu kunnen vertrekken naar Frankrijk in januari, ten gevolge van COVID. Ja, dan gaan we daar toch eens nader contact over opnemen en zal je dat moeten aantonen. Want dat is eigenlijk vanaf eind januari, maar voor zover we weten was in januari of in februari nog geen lockdown in Frankrijk. Goed, dus dan gaan we kijken naar, moeten we hier dan wel iets over hebben? Maar de meest voor de hand liggende, nee, niet nodig. Wat moet je wel bewijzen? Je toont je bewijs. Toont aan dat er niet recupereerbare kosten waren. Ja. Sommige projecten kiezen ervoor om een beurs te geven aan deelnemers die zelf voor hun kosten instaan. Ja, aan die mensen moeten kosten terugbetaald worden en die zullen wel een verklaring op eer indienen dan of zo. Dat is zo'n bewijs. Stel dat je als organisator, als projectverantwoordelijk, als begunstigde, alles zelf organiseert en betaalt. Ja, dan ga je zo'n verklaring op eer van kosten dan niet hebben. Maar ik ben er zeker van dat je wel genoeg correspondentie zult hebben die aantoont dat die kosten er wel degelijk waren. Hè. Dus dat zal wel op zich geen probleem zijn. Het heeft geen zin om daar een eigen verklaring op eer vanwege de organisatie voor te maken, want die zit al vervat in uw eindverslag. Uw eindverslag, daar zit een declaration of honor in, wat dat je zegt, ja, dit is wat wij verklaren op eer. Dus dat komt op zelden neer. Dus een verklaring op eer die een eigen verklaring op eer bevestigt, dat bestaat niet. Dat is geen supporting document. Maar bijvoorbeeld een individuele verklaring van een deelnemer die zegt, mijn activiteit is geannuleerd geweest en ik had daar kosten voor die ik niet kon recupereren. Dat is zeker een voldoende bewijs. Je laat dat ook niet mee op met het eindrapport. Je doet dat enkel op vraag van EPOS. Dat ging te snel. Deelnamebewijs. Ja, de basisregel blijft hier ook geldig. De mobiliteiten die je registreert moeten ontvankelijk zijn. Die moet je dus kunnen aantonen. Natuurlijk, aantonen als ze doorgegaan zijn, is dat vrij eenvoudig. Dan is er een deelnameattest of een Europas of noem maar op. Is dat gepland, maar niet doorgegaan of voor een heel groot stuk niet doorgegaan, dan is dat lastiger. Normaal gezien heb je dan wel een ondertekend agreement. Hè? Een learning agreement, een mobility agreement, een grant agreement. Normaal gezien heb je zo'n akkoord. Je gaat normaal gezien, daar raden wij toch altijd af, hè, wat normaal gezien geen uitgaven gedaan hebben of betalingen doen aan die mens, voordat een akkoord ondertekend werd. Nu stel in het slechtste geval dat er toch niet zo'n attest was, geen deelnameattest, geen Europas, geen ondertekend agreement, niks, dan gaan we wel een verklaring op eer van de deelnemer aanvaarden. Dat is zo'n beetje het ultieme bewijs die zegt van kijk, ik ging van dan tot dan naar daar gaan en daar is maar 2 dagen van doorgegaan. Dat beschouwen wij ook als een bewijs voor een
mobiliteit of als een deelnamebewijs, ook al is dat dan niet verstrekt door de ontvangende organisatie. Deelnemersrapporten, dat is vrij eenvoudig. Dus individuele deelnemers vullen normaal gezien op het einde en na elke mobiliteit hun deelnemersrapport in. Ze krijgen daartoe een uitnodiging. Dat wordt uitgestuurd via de invoer in mobility tool. Wel, heeft de mobiliteit totaal niet plaatsgevonden? Is die echt geannuleerd? Ja. Dan wordt er zelfs geen deelnemersrapport aangemaakt. Je zal dat zien als je dat invoert, startdatum en einddatum dezelfde, dan is die status van de rapport in Mobility Tool NA excluded, dus dan wordt dat zelfs niet gegenereerd. Heeft er iets plaatsgevonden, al is het maar een dag, ja, dan wordt er ook een deelnemersrapport ingevuld, ook al is dat dan onvolledig, dan is dat maar zo. Budgetvragen. Kan een, ja, dat is eigenlijk een klassieke vraag, maar kunnen we, los van force majeure hoor, kan een stage of cursus in een ander land dan initieel voorzien? Ja, dat kan uiteraard, sowieso, nu zeker met die force majeure. Maar ja, je moet er wel rekening mee houden dat je budget was misschien berekend in dit geval op een cursus of stage in Finland. En ja, nu het georganiseerd is in Litouwen, is dat misschien, ja, zijn dat, gelden daar andere tarieven en... ja, dat heeft automatisch effect op je budget. Maar dat is altijd zo. Dat is niet alleen nu met force majeure. Het kan ook zijn in een normaal project dat daar gewoon een cursus geannuleerd wordt omwille van te weinig deelnemers en dat die op een later tijdstip ergens anders wordt georganiseerd. Ja, dan zit je ook met een ander budgetplaatje. De vraag rond de vouchers dan. Hè, dus normaal gezien krijg je een voucher ergens voor. Ja, het bedrag van die voucher, dat heb je gerecupereerd. Ja. Het is wat je niet gerecupereerd hebt dat je kan inbrengen bovenop die forfait. Maar kan je de voucher echt niet gaan gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je volgend, ja, die geldt alleen volgend jaar, maar je hebt dan geen project meer. Goed, dan is dat zelfs ondanks die voucher, ja, goed, is dat die volledige kost dan een niet recupereerbare kost. Onzekerheid over terugbetaling. Wat als er op het moment van eindrapportering geen zicht is op de terugbetaling van gemaakte kosten? Ik kan mij voorstellen dat als je nu op het einde van een project zit en je hebt iets in gang gestoken van kijk, we willen graag reis of hotel of weet ik veel recupereren, dat dat blijft aanslepen. En dat je daar geen uitspraak hebt op het moment dat je je eindverslag begint te maken op het einde. Daar hanteren wij ook de redelijkheid. Je zal dat wel kunnen documenteren. Je moet dat wel documenteren van oké, ik heb... geen zicht op terugbetalingen op dit moment, dan kun je die kosten ook inbrengen. Ja. Hoe dat precies die documentatie dan in elkaar zit, meestal heb je daar wel mailings over, correspondentie. In het slechte geval wordt er dus noods gewerkt met een verklaring op eer waarbij iemand zegt, kijk, als deelnemer van, ik heb die kost en ik in alle redelijkheid verklaar ik op eer dat ik op dit moment geen enkel zicht heb op terugbetaling daarvan. Ja, dat volstaat voor ons. Eindverslaggeving, we hebben al de vraag gekregen, ja, er is niks gebeurd van mobiliteit, moeten we dan wel een eindverslag maken? Ja, toch wel. Want uw eindverslag bestaat niet alleen uit het rapporteren van de mobiliteiten, maar ook over andere zaken, bijvoorbeeld het voorbereidingstraject, wat heb je daar rond nog gedaan, dergelijke. Dus vul gewoon zo goed mogelijk in wat er wel gebeurd is. Een korte vooruitblik dan richting de komende maanden. De commissie heeft al laten weten, en dat staat ook al op de website, dat de huidige maatregelen momenteel gewoon blijven gelden tot ze uitdrukkelijk stopgezet worden. Ja. De nasleep van het coronavirus of de coronacrisis wordt daardoor ook wat gedekt, de zomer, het najaar. Eventueel misschien een tweede golf, maar goed, zonder daarop in te gaan, dat is toch koffiedik kijken. Dus de huidige force majeure maatregelen blijven gelden, tot recht gezegd wordt, ja, nu worden die stopgezet. Er is geen reden om die nu nog verder te gaan hanteren. Dat wil ook zeggen dat activiteiten die gepland zijn voor de zomer en het najaar, dat die al virtueel kunnen starten. Mocht daar nood aan zijn, of mocht dat bijvoorbeeld niet anders kunnen, omdat ja, de mensen willen wel vertrekken en jij als
organisator wil ze wel uitsturen, maar ja, kinder ontvangen gaat niet omdat de school of whatever nog niet open is. Dan kan de activiteit virtueel starten en later effectief doorgaan. Dus fysiek doorgaan. In geval van kortlopende mobiliteiten, stel, een cursus is gepland in september en de organisator wil dat compleet virtueel laten doorgaan tegen betaling, ja, dat kan ook. Dat wordt gezien als een ontvankelijke activiteit. Daar hebben we alleen, en heeft iedereen een serieus probleem op dit moment, de commissie heeft gezegd dat ze daar een nog te bepalen lager beursbedrag zou opplakken. En daar hebben we helaas op dit moment nog het raden naar. Dat is vervelend, ik weet dat. Ook voor ons, daar kunnen we helaas geen verdere informatie over geven. Dus dat is op dit moment ook nog koffiedik kijken voor ons. Waar vind je verdere info? Wel, de eerste contactpersoon is altijd uw dossierbeheerder. Maar ik zou er toch sterk willen op aandringen om, vooraleer je de vragen stelt, zeker eens te kijken in die coronarichtlijnen zoals we die nu gepubliceerd hebben op de EPOS website. Dat is een goede startplaats. Vandaar kan je ook naar de website van de commissie. Je kan dus klikken op de links in deze presentatie. Maar je kan ook gewoon naar de website gaan van EPOS en daar vandaar vertrekken. En daar vind je die richtlijnen. Dus die richtlijn die ik vandaag uitgelegd heb, staan er eigenlijk allemaal in. Bekijk die eens grondig. Bekijk ook zeker de Mobility Tool handleiding. En als je dan je dossierbeheerder contacteert, probeer dan duidelijk te maken bij welke van die vier gevallen uw vraag aansluit. Wees zo duidelijk mogelijk, wees zo specifiek mogelijk. En ja, wees ook duidelijk in de vraagstelling. Klein voorbeeld, we kregen onlangs iets binnen, maar eerder gewoon, dit is het probleem. Maar daar kunnen we niet veel mee natuurlijk. We kunnen vooral iets doen met een vraag. En tot slot, ik heb het al gezegd, wacht niet, best niet met het invoeren in Mobility Tool tot het helemaal op het einde. Je kan immers nu iets invoeren en diezelfde mobiliteit nog wijzigen. Dat is geen probleem. Ik realiseer me nu dat ik vrij veel onderwerpen aangeraakt heb in dit laatste stukje. Dus ik wil zeker genoeg tijd voorzien voor deze Q&A. Misschien voor de edities van de webinars die komen, moeten we dit laatste stuk eens opsplitsen. Daar houden we rekening mee. Maar kijk wat ik zal doen. Ik ga gewoon nog eens door de onderdeeltjes. Dus stel zeker uw vragen ondertussen in de chat. Melissa zal ze zo goed mogelijk bundelen. Maar ik ga hier eventjes de onderwerpen waar ik het nu over gehad heb, gewoon eventjes kort terug door ondertussen. De course fees. Exceptional and special needs. Verlenging van contracten. Het bewijzen of documenteren van de niet recupereerbare kosten. Welk deelnamebewijs er normaal en nu nodig is of mogelijk is. Hoe het zit met deelnemersrapporten. Wat je moet doen bij verschuivingen of wat je kan doen met in ieder geval van vouchers. Hoe het zit als je het nieuws over eventuele terugbetaling, als je daar lang moet op wachten. Zelfs tot het moment van eindrapportering. Hoe dat je daar kan werken. De eindverslaggeving. En dan een vooruitblik naar de komende maanden. Met helaas die adder onder het gras dat we nog moeten wachten op een beslissing en toelichting vanwege de commissie rond dat zogezegd nog te bepalen lager beursbedrag. Dat er misschien ook helemaal niet doorkomt. En misschien hanteren ze gewoon het huidige systeem met volle forfaits. Oké, okay, ja. Ik heb hier ondertussen
een aantal vragen gebundeld. Ik zal misschien beginnen met nog een paar korte vragen die doorheen de presentatie al naar voren zijn gekomen. Ik krijg er van een paar mensen de vraag, als we nu nog niet zeker weten of het om een annulatie of een uitstel zal gaan, welke registratie passen we dan nu toe in Mobility Tool? Kunnen we hier nog even mee wachten of hoe is het dat dan? Ja, kijk, je moet maar effectief rapporteren op het moment van progress of eindrapport. Als je echt nog totaal van niks weet, dan kan je ook nog eventjes wachten. Dat is geen drama. Wat zou ik doen? Annulatie al invoeren? Of iets voorlopig al invoeren? Als je van plan bent om normaal gezien de activiteit alsnog te laten doorgaan, dan zou je nu al kunnen invoeren. Want veel maakt het op zich niet uit. En die meerkost van wat je nu al aan het uitstel hebt betaald, ja, dat invoeren om te zien van, oké, hoe ver springen wij? Want als je dat voor een aantal deelnemers gaat invoeren, dan heb je tenminste al een deel van een zicht op de zaak. Ja. Mobility Tool is zeker geen tool om uw uitgaven bij te houden. Hè. Daarvoor dient het niet. Het dient om op te volgen welk soort activiteiten hebben we gedaan en welk budget gaan wij als begunstigde recht op hebben daardoor. Ja. Maar dat gezegd zijnde, als je dingen begint in te voeren, dan zie je wel, dat begin je wel een zicht te krijgen op de budgettaire situatie natuurlijk. Hè. Oké, ik krijg hier ook dus de vraag, ja, ik zou graag een mobiliteit opnieuw plannen in het najaar. Wat, allee, dat is wel met een risico dat het opnieuw geannuleerd wordt door corona, wat dan? Ja, als de vraag is, wat dan? Nu, we hebben ook geen glazen bol natuurlijk, hè. Maar dat kan ik alleen, ja, dat kan zijn dat je de uitgestelde activiteit dat die dan alsnog niet doorgaat en in het water valt. En ja, dat je opnieuw kosten gemaakt hebt. Maar dan gaat het over één, weliswaar twee keer geannuleerde mobiliteit. Maar dan kan je de kosten daarvan, de annulatiekosten daarvan, combineren. En hopelijk ga je daar nog altijd lager uitkomen dan een volledig gerealiseerde mobiliteit. Dat denk ik wel, hè. Dus als je een mobiliteit volledig laat doorgaan met alle verblijfkosten die eraan hangen, ga je normaal gezien hoger uitkomen dan een geannuleerde. Maar het hangt van uw situatie af. Stel dat je nu al met de annulatie alleen, of met het uitstel laat ons zeggen, aan meer dan de helft van uw budget zit van hetgeen dat daarvoor voorzien is voor die activiteit, ja, dan loop je een risico natuurlijk, hè. Daar moet je wel rekening mee houden. Maar alles nu tot in detail en in alle gevallen uitklaren gaan we helaas niet kunnen doen. Nee. We gaan ook niet over alles advies kunnen geven, omdat we over niet meer informatie beschikken dan jijzelf. Klopt. Ja. Moet force majeure ingeroepen worden als de mobiliteit door een contractverlenging gewoon op een later moment kan doorgaan en er ook geen niet recupereerbare kosten zijn? Dan moet force majeure niet ingeroepen worden. Dat klopt. Ik denk dat ik daar straks gezegd heb. Maar dat moet duidelijk zijn. Iets wat uitgesteld wordt, dan gewoon doorgaat en je hebt niks van kosten dat je moet recupereren. Dat is een gewone mobiliteit. Dan hoef je force majeure niet aan te duiden. Oké. Nog een paar vragen in verband met het documenteren. Een verklaring op eer is dus in veel gevallen voldoende. Is het dan de bedoeling dat er naast de verklaring op eer ook door de deelnemers bewijzen bijgehouden worden dat ze bijvoorbeeld vroeger terugkwamen of dat de kosten niet terugbetaald konden worden? Ja, eerst een verklaring op eer is meestal voldoende. Ja, een verklaring van de deelnemer, hè, voor alle duidelijkheid. Een verklaring van de deelnemer dat die bepaalde kosten niet kon recupereren. Dat is in de meeste, dat is eigenlijk in alle gevallen oké. Geen verklaring op eer van de eigen organisatie. Want dat is uiteindelijk niet meer of niet minder dan wat je doet in je eindrapport.
als je zelf de kosten voorzag en betaalde en wat weet ik allemaal, ja, dan ga je op een andere manier moeten werken. Maar denk ik ga je genoeg, aangezien je zelf alles betaald hebt en alles geregeld hebt, ga je over genoeg bewijsmateriaal beschikken dat aantoont dat je die kosten gemaakt hebt. Dat is één ding. Het lijkt mij logisch dat als individuele deelnemers van u een bepaald bedrag terug willen, ja, dat ze dat misschien gaan moeten bewijzen. Maar dat is eigenlijk iets tussen u en de deelnemer. Als er met forfaits gewerkt wordt, goed, dan heb je wel, dan moet er niet bewezen worden. Hè, dan gaat het over activiteiten. Werk je op basis van reële kosten, dan neem ik aan dat je gaat vragen aan die mensen bewijs met die kosten. Maar dat is iets tussen u en de deelnemer. Voor ons moet er aangetoond worden dat er niet recupereerbare kosten waren. Niet hoeveel. Omdat dat een beetje duidelijk is. Dan kwam hierbij ook nog de vraag, hoe bewijs je niet recupereerbare course fees? Dat gaat opnieuw aan de hand van ofwel de deelnemer die verklaart. Ik heb hier mijn cursuskosten geheel of gedeeltelijk moeten betalen. Dan heb je daar uw bewijs. En anders ga je toch wel zeker, als je zelf de cursus geregeld hebt en zo met de cursusorganisator, ga je zeker correspondentie hebben waaruit blijkt dat de cursusorganisator zegt van kijk, sorry, ik kan die kosten niet terugbetalen of ik kan die maar gedeeltelijk terugbetalen. En dat is uw bewijs. Oké. Dan is er nog een paar onduidelijkheden over de projectduur. Namelijk, hoe gebeurt de verlenging? Dit gebeurt niet vanzelf, maar daarvoor moeten de dossierbeheerders gecontacteerd worden. En dan wordt er ook de vraag gesteld, ik heb mijn dossier al eenmaal verlengd met 6 maanden. Kan ik dit nogmaals verlengen met 6 maanden? Na een eventuele tweede verlenging zou de totale duur 36 maanden bedragen. Oké. Okay. Ja, eerste vraag. Ja, uiteraard, een verlenging gebeurt niet automatisch. Dat heb ik nergens uitdrukkelijk gezegd, maar dat is wel heel belangrijk. Je hebt een contract met ons. Daar staat een contractperiode in. Zolang dat niet verlengd wordt, blijft die wat ze is. Ja, dus jij neemt het initiatief zelf om contact op te nemen met het dossierbeheer en de vraag te stellen om te verlengen. Uiteraard. Dat tweede, dat is, dat is delicater. Bij voorkeur verleng je maar één keer en in één keer lang genoeg. Hè? We kijken ook naar de oorspronkelijke periode. Dus het is niet zo dat je als je oorspronkelijk een jaar had, dat je dan 2 keer voor 12 maanden kan verlengen. Nee, dat is niet zo. Het is 12 maanden en maximaal 24. Was het al 24, dan kan je naar 36 gaan. En alles wat daartussen zit. Maar de maximale verlenging is een jaar, 12 maanden. Goed, dus niet in 2 keer of 3 keer dan uiteindelijk toch proberen aan 3 jaar te komen. Zo is het eigenlijk niet voorzien. De richtlijn van de commissie is, je verlengt tot maximaal, of met maximaal 12 maanden en tot maximaal 36 in het totaal. Ik hoop dat dat duidelijk is. Oké. Dan nog een vraag in verband met vliegtuigtickets, namelijk de oorspronkelijke personen die naar een uitgestelde mobiliteit gingen gaan, hebben de vliegtuigtickets, sorry, ik ga opnieuw beginnen. Personen die oorspronkelijk naar mobiliteit gingen, hebben de kosten van vliegtuigtickets niet gerecupereerd gekregen. Maar volgend jaar in de uitgestelde mobiliteit zijn het andere personen die meegaan op mobiliteit en dus worden vervangen, gelden hiervoor dezelfde regels? Ja, nu moet ik even nadenken, hè. Dat is omdat ik stil ben. Het is geen evidente vraag. Dat sluit een beetje aan bij die eerdere vraag dat ik zei van, kom, die gaan we eens moeten bekijken, want het gaat dan over andere personen. Hè. Dus sorry, maar dat wil ik toch nog eens nader bekijken dan achteraf. Dat gaan we intern bekijken en later antwoorden. Oké. Ik zie hier dan ook nog een vraag die daarnet nog binnenkwam. Wat met organizational support?
Deze kosten vallen weg voor geannuleerde activiteiten, maar dat is niet correct. Het is misschien belangrijk om dat nog even te duiden. Ja, dat is inderdaad niet correct. Geannuleerde activiteiten, de organizational support daarvoor, valt niet weg. Je rapporteert geannuleerde activiteiten, ook als je daar geen enkele kost voor had. Zodanig juist dat de organizational support meegeteld wordt. Ja? Apropos, in Mobility Tool, je gaat dat bedrag van organizational support, dat is altijd zo trouwens, zelf moeten juist zetten, hè, juist invoeren. Maar je mag dus wel degelijk voor geannuleerde activiteiten, je mag die gerust zeker invoeren, ook al had je daar geen kosten voor. En dan mag je daar ook de organizational support voor aanrekenen. En dan gaan wij die niet schrappen. Stel dat je, ik geef datzelfde voorbeeld van daar straks, je had 20 mobiliteiten, je hebt er 10 gedaan, 10 zijn geannuleerd. Als je die totaal niet invoert, ja, dan gaan wij de organizational support beperken tot die eerste 10 die wel plaatsvonden. Rapporteer je de 10 geannuleerde erbij, dan aanvaarden wij organizational support voor de 20. Goed. Ik heb hier dan nog een iets langere vraag. Ik zal ze even voorlezen. Stel, we kunnen opnieuw reizen, maar het cursusaanbod is zo beperkt. Wat kan dan? Kunnen we A, gaan voor alternatieven die we zelf organiseren, eventueel online events met buitenlandse contacten en waarvoor we budget gebruiken om trainers te betalen? Dat kan dus, maar er is nog geen zicht op budget. Dat is dan de vraag, klopt het? Ja, dat is al een eerste stukje. Hè. Dus je kan sowieso andere activiteiten, dat is altijd trouwens. Hè. Je bent nooit gebonden aan één cursusorganisator in je project. Hè. Dus je kan daarvoor beginnen schuiven. Als je in een consortium zit trouwens, doe je dat altijd via de consortiumorganisator. Hè. Vooral duidelijkheid, maar als je in je eigen project, zelf aangestuurd project, ben je nooit gebonden aan een cursusorganisator. Je kan naar een gelijkaardig of gelijkwaardig aanbod zoeken dat ook aansluit bij hetgeen je in je project wou doen. Niet ineens een totaal ander thema. Dat is niet de bedoeling. Hè. En ik zou aanraden, als dat enigszins kan, hou het op fysieke mobiliteit. Zeker als dat vroeg moet plaatsvinden, want op dit moment hebben we geen zicht hoe het juist zit met die virtuele activiteiten. En dat is, ik weet, is vervelend, maar als je per se wil gaan voor de virtuele, dan zou ik ze toch nog even uitstellen. Tot we daar zicht op hebben welk budget daar tegenover staat. Okay. Heb je dat ondertussen al gedaan, die virtuele activiteiten? Dat is iets anders. Hè. Dan heeft de commissie tot hiertoe heel duidelijk gezegd, daar gelden de forfaits en zo. Dus dat is iets anders. Maar voor de toekomende maanden zou ik daar voorzichtig in zijn. Daarbij aansluitend komt dan ook de vraag, kunnen we iets flexibeler thema's voor cursussen kiezen? Uiteraard vanuit nieuwe leervragen. Ja, dat is, ik denk dat we dat individueel moeten bekijken. Want wat voor u flexibel is, is misschien minder of meer voor ons. Ik denk dat we dat moeten bekijken per geval. Ja. En ook in normale omstandigheden gebeurt er al eens iets waardoor een andere cursus of een andere opleiding wordt gekozen. En dat bekijken we gewoon ook case by case. Dat valt nu niet algemeen te zeggen. Blijf zo goed mogelijk aansluiten bij uw project en bij de leervragen die geformuleerd zijn in de projectaanvraag, zou ik zeggen. Maar goed, we zitten in heel speciale omstandigheden, dus we zien daarin wat we kunnen doen. Goed, dan is er nog een vraag met betrekking tot het eventueel terugbetalen van budget. Stel dat je oorspronkelijk goedgekeurde activiteit door omstandigheden niet kan doorgaan, en je hebt je contractueel toegekende budget dus niet volledig opgebruikt. Moet je dit dan teruggeven? Zo ja, tegen wanneer of hoe gebeurt het? Oké, dus dat is eigenlijk ook een vraag die op zich niks met... het wordt versterkt natuurlijk door de omstandigheden, maar die op zich niks met omstandigheden te maken hebben. Het is altijd zo
dat je, en ik ga bewust weg van het element budget hebben we al dan niet opgebruikt. Want eigenlijk, of het budget opgebruikt wordt, daar hebben wij toch geen zicht op. Jij rapporteert wat je gedaan hebt en daar staat een bepaald bedrag tegenover. Ja? Nu, in de huidige omstandigheden kunnen dat ook reële kosten zijn. Ja? Dat bedrag ga je van ons krijgen. Hetgeen dat je dus rapporteert en wij aanvaarden. Is er een groot verschil, of is er een verschil met hetgeen je in je contract toegekend gekregen had, dan ga je dat verschil inderdaad moeten terugbetalen. Ja? Terugbetalen, nu als we heel specifiek worden, dat terugbetalen dat is ook enkel maar als je het voorschot zelfs niet opgebruikt hebt. Hè? Maar je hebt van ons een voorschot gekregen, 80%, en je krijgt 20% maximaal natuurlijk, en dus in totaal 100%, als je alle budgetactiviteiten gedaan hebt zoals voorzien en dat je dat budget ook zo gerapporteerd hebt. Dan heb je alles. Kom je bijvoorbeeld aan, ik zeg maar iets, 90%, goed, dan ga je in plaats van ons 20% te krijgen, ga je van ons nog 10% krijgen. Ga je veel minder op veel minder uitkomen dan voorzien, dan ga je inderdaad van ons een terugvordering krijgen. Goed. Oké. Ik zie dat het 3 uur is, maar dat er wel nog altijd een aantal mensen aanwezig zijn. We kunnen misschien nog een paar vragen beantwoorden, maar sowieso komen alle antwoorden ook in een documentje achteraf. Ik heb hier bijvoorbeeld nog een vraag. Kunnen structurele kosten van de ontvangende organisatie, in dit geval een trainingscentrum, zoals personeel- en werkingskosten, ook opgegeven worden als niet recupereerbare kosten en hoe wordt het dan bewezen? Ja, daar opnieuw. Je kan, dus de basisregels blijven geldig. Dus andere kostencategorieën daarmee aankomen eigenlijk, dan degene die nu voorzien zijn, dat gaat niet. Ja. Wil dat zeggen dat jij als organisator die was begunstigd die kosten niet kan betalen? Dat is iets anders. We zeggen enkel, je gaat van ons geen budget krijgen, of je gaat van ons alleen budget krijgen voor de voorziene budgetcategorieën. Heel vaak zijn dat forfaitaire bedragen. Als je zelf de ruimte ziet om binnen die forfaits die zaken te betalen, dan kan je dat, dan is dat uw eigen zaak. Goed, daar komen wij ook totaal niet intussen. Maar op zich is dat ook niks wat met corona te maken heeft. Dat is al een basisregel sowieso. Maar het is niet zo dat nu met corona ineens die rubriek wel aanvaard wordt. Dat niet. De force majeure gevallen zijn van toepassing op de situatie zoals ik ze hier geschetst heb. Dus de bestaande rubrieken reis, verblijf, cursuskosten. Dat zijn de grote. En dan denk ik dat we best nu afronden, ook rekening houdend met iemand die het webinar gepland had om te volgen en daar met een tijdsbeperking zat, dat we nu niet nog heel veel bijkomende vragen nu antwoorden. Wat we live dan, wat we wel kunnen en zullen doen, is eventueel is de rubriek nog eventjes openzetten. Voor mensen die nu nog aan een vraag aan het werken zijn, om die nu gewoon af te werken en te stellen. En dan kunnen we die achteraf opnemen. Maar dan stel ik voor dat nog 5 minuutjes is. En dat is het dan. We gaan ze nu niet mondeling meer gaan aanpakken. Goed, dus terwijl de mensen die dat willen nog net hun laatste vraag aan het afwerken zijn, dank ik iedereen om aanwezig te zijn of om aan mijn collega's om mee te werken. Bedankt voor jullie vragen. We hebben ze misschien niet allemaal kunnen beantwoorden, maar we komen er zeker op terug. De precieze vorm, eerlijk gezegd, weten we dat nog niet. Gaan we alles in één document steken of per actie onderverdelen? Gaan we alles zo rap mogelijk doormailen?
dat moeten we nog eventjes bekijken. Ik denk dat we de verschillende webinars zeker laten plaatsvinden en dan alles in één keer publiceren. Het zij opsturen, maar zeker publiceren, omdat ook dat alle mensen die daar belang bij hebben, dan de vragen en antwoorden ook zien. Heb je ondertussen dringende vragen? Heb je bijvoorbeeld vragen gesteld die echt dringend waren? Kan je niet op een antwoord wachten? Oké, contacteer uw dossierbeheerder. En dat mag je sowieso achteraf doen. Daar roep ik u zeker toe op. Blijf niet met uw vragen zitten. Kijk wel eerst goed wat de regels zijn. En stel een goede, duidelijke vraag aan de dossierbeheerder. Maar doe dat dan zeker. Goed, dan sluiten wij nu af. Bedankt iedereen en hopelijk tot niet al te lange tijd, maar dan live. Tot ziens, daar.